Bij studentenvereniging De Nomads zegt ze dat je hier het meeste uit je studententijd kan halen. Maar is het ook echt zo? Wij gaan het voor je checken bij studentweekend De Nomads. De Nomads is een gezelligheidsvereniging met tegen de 300 leden. Het leuke aan De Nomads is dat je op een borrel komt en je kunt elke keer iemand anders nieuw spreken. En aan de andere kant ken je wel elk gezicht die er rondloopt. Voor mezelf ben ik bij De Nomads gegaan omdat ik hier gewoon een keer langs kwam. En ja, ik vond de sfeer heel chill. Ik kon makkelijk met mensen een praatje maken. Het was redelijk open. Dus het is heel erg thuiskomen. Terwijl wel elke borrel weer opnieuw anders kan zijn en opnieuw heel verrassend kan zijn. Ik vond het zelf altijd heel leuk om bij commissies aan te sluiten. En dat je daar een soort ervaring op doet. Ik denk dat dat wel een mooie toevoeging is. Ja, Eddie Walsh, dat is hier een beetje een legende. Op het moment dat hij binnenkomt, dan hoor je al mensen schreeuwen. Eddie, die staan erop te wachten. Maar dus vooral de sfeer eromheen. Je komt wel een soortgelijk type mens tegen als dat je zelf bent hier. En daar kun je gewoon echt prachtige verhalen mee meemaken. Iedereen vindt uiteindelijk zijn weg wel binnen de vereniging. En dat is erg mooi om te zien, moet ik zelf zeggen. Ik ga hier zeker nog even een biertje drinken. Ben jij benieuwd hoe studentenvereniging De Nomads is? Check dan zeker even ook onze website. Mijn naam is Imara en dit was Student Verkend.